Goedendag en welkom bij weer een aflevering van Wat ik kan, kan jij ook. Vandaag gaan we op zoek naar de Dom in Utrecht, met behulp van een PC en Google Maps. Dit is een computer. Een computer bestaat doorgaans uit een scherm, kast, toetsenbord en muis. Om te beginnen zet je het scherm aan. Vervolgens druk je op de knop op de kast. De PC is aan het opstarten. Om verder te komen moet je inloggen. Nu voer je met behulp van het toetsenbord je inlognaam en wachtwoord in en klikt met de muis vervolgens op oké. De PC is nu opgestart en uw bureaublad is in beeld. Ga met je muis naar het icoontje van Internet Explorer en doe een dubbelklik erop. Nu opent zich Internet Explorer in je scherm. Ga naar de adresbalk en klik met de muis op de huidige tekst. Die wordt nu grijs. Voer in met het toetsenbord www.google.nl en druk op Enter. Als Google zich heeft geopend, ga je met de muis op Maps staan en klik je daarop. Nu opent zich Google Maps. Voer in bij de zoekbalk Utrecht, de Dom, Nederland. En druk op Enter. Klik met de muis op het vierde resultaat. Er opent zich een pop-up op de landkaart. Zoom in met de zoomtool. Ga dan naar het oranje mannetje en sleep deze naar de Domstraat. Nu bevind je je in de 3D-view van Google Maps. Klik, zoals in het voorbeeld, op de pijlen totdat je tegen een vrachtwagen aankijkt. Nu is het zaak om één keer op de linker muisknop te klikken en deze in te houden en naar boven te bewegen. Langzaamaan wordt de Domtoren zichtbaar. Klik nog één keer in het transparante vlak om in te zoomen op de Dom. Zie je wel? Wat ik kan, kun jij ook.